Morgen zijn we er weer. En dan hopen we inderdaad om 17:50 in een goede stemming te zijn. En dan hopen we ook te zitten met René Meulensteen en Erik Dijkstra. Jan-Joost Vrangelen komt later ook nog langs. En Wim Suurbeer komt ook nog even bij, René. Die ken jij, hè? Wimpy. Ja, jouw vriend. Wereldvent, ja. Nou, dat wordt heel gezellig met Wim. Ja? Maar het gekke aan Wim is ontzettend kleurrijk, behalve in de media. Hij zegt nooit rare dingen in de media. Terwijl die fantastische verhalen, als die zijn levensverhalen zou vertellen, dat was een bestseller, maar hij doet het niet. Nee, maar je hebt vanaf dag 1 een band met hem gehad. Wat viel je nou het meest op meteen? Nou, dan? Het is, dat weet Mark ook, weet je wel. Op het moment dat er nieuwe spelers binnenkomen, dan wacht je toch altijd op het moment dat ze zich uitkleden. Dat is altijd een speciaal moment. En, wacht even, kan je dat één keer herhalen? Nee, dat is een speciaal moment altijd. Dat is toch altijd als je als jongens... Weet je, en dat had ik bij Wim ook. Er komt toch wat binnen. Ik bedoel, ja. Interlands, Ajax, Europa Cups. Ik denk, nou ja... En op een gegeven moment stond hij in zijn onderbroek. En ik denk, ja, die gaat hij dadelijk toch uitdoen gewoon. Ja. Ja. En dat mag ik zien, weet je wel. Dus ik zat zo te kijken zo. Ik denk, nou, kijken zo. En op een gegeven moment doet hij hem uit. En ik kijk. En hij kijkt naar mij zo van, wat is er? Ik zeg, Wim, wist jij dat er hier in Blijdorp van die hele grote grijze dingen over het zand lopen, die daarmee nootjes van de grond halen? Wist jij dat? En die Wim... Sindsdien ben ik zijn baas. Zo ordinair is zelfs geen het nodig niet. Sindsdien ben ik zijn beste vriend. Ja. Oh. Morgen gaat dat allemaal gebeuren dus. Kijk, dit is journalistiek. Ja. Daar kan Jack niet op tippen. Ja, je droomt Jack van Gelder van. Ja. Voor zo'n einde. Dus die mensen komen allemaal langs. En ook de neef, althans de man die zich voordoet als de neef van Johan Derksen. Dikkie Derksen komt morgen ook langs. Ah, je moet morgen... Leeft hij nog? Wie is dat? Dikkie Derksen. Die ken ik niet. Nee. Je moet morgen een bakje nootjes op tafel zetten. Oh ja. Als Wim er komt. Ja, ja. Nee, doe dat nou. Nee. Maar hij heeft dat niet gezien. Ja.